Ik ben Peter de Smet. Ik ben CEO van Solar Clarity Group. En wij zijn actief in de zonnestroom, de zonnepanelen. We staan nu 10 jaar. We zijn een van de grootste spelers in de Benelux. En ook daarbuiten actief. Om een idee te geven, wij verkopen zo'n 500.000 zonnepanelen per jaar. Medewerkersparticipatie vonden wij heel belangrijk, omdat we toch een soort moment van verbaasd waren van ja, mensen komen hier iedere dag hun energie stoppen in deze onderneming. Groeit heel erg sterk en waarom zouden ze niet mee mogen profiteren van de waardegroei die ze feitelijk zelf creëren? Dus dat was voor ons een aanleiding om dat eens te gaan onderzoeken. Nou, de medewerkersparticipatie wordt vaak gedaan puur voor de binding en de betrokkenheid, maar ik vind de betrokkenheid dat is het tipje van de ijsberg. We proberen met z'n allen iets te bewerkstelligen in de wereld. Meer zonstroom, meer schone energie. En ik wil ook echt dat alle medewerkers daar ook echt een onderdeel van uitmaken. Dus zich ook mede ondernemer voelen en ook gewoon een onderdeel uitmaken van de waardecreatie die we daarin doen. En waarde in geld, maar waarde ook in wat doen we eigenlijk voor de wereld. Ik ben echt per toeval bij de Share Council terechtgekomen. Ik zat in een cursus over financieringen, private equity en dat soort zaken. En daar kwam Quintus ook presenteren. En dat verhaal sloeg direct aan bij mij. Want het sloot haar fijn aan naar waar ik op zoek was. Gewoon een simpel systeem dat ik zo in kan richten dat alle medewerkers mee kunnen doen. Dus niet alleen de directeuren bij wijze van spreken, maar ook de mensen in het magazijn, de grote, de kleine beurs, iedereen. En de eenvoud is wat mij aansprak. Het werken met Share Council gaat, zoals ik verwacht had, inderdaad heel eenvoudig. Niet zozeer wat er achter de schermen gebeurt, nee, maar dat dat goed en complex in elkaar zit. Maar aan de gebruikerszijde maakt het ons heel eenvoudig om inderdaad die participatie te doen. Niet alleen voor de mensen met de grote portemonnee, maar ook mensen met de kleine portemonnee. Het is voor HR heel eenvoudig op te volgen. En wat ik leuk vind, is dat we er ook steeds meer mogelijkheden mee zien. Want we hebben eigenlijk een hele eenvoudige manier om die certificaten, om daar wat mee te doen. Dus ik heb bijvoorbeeld ook externe adviseurs die ik nu die een stuk certificaten hebben gekocht. En die ik vervolgens ook weer in een stuk certificaten kan uitbetalen. Dus uiteindelijk maakt die eenvoud dat het gewoon heel veel meer dingen mogelijk worden. Naast de personeelsparticipatie zelf en het binden van externe adviseurs, zijn we met de Share Council er ook nog in geslaagd om een van de compagnons uit te kopen. Want we konden heel makkelijk zijn aandelen terugkopen en certificeren en via de Share Council weer terugverkopen aan een aantal personeelsleden. En uiteindelijk hebben we dat op die manier ook weer heel eenvoudig kunnen doen. En uiteindelijk dus eenvoud is het codewoord. Ik zou de Share Council aanraden aan andere bedrijven. Nou, in ieder geval een van de redenen die ik heel belangrijk vind is dat ik een gedeelde visie heb met de mensen van de Share Council. Dat het de wereld echt niet alleen om shareholder value moet draaien, maar echt om stakeholder value. Dat vind ik heel prettig. Ik vind het ook een heel solide systeem, gebaseerd op de blockchain technologie. Dus het is, het zijn hele duidelijke, niet te kopieerbare contracten. En de eenvoud, ik heb het al een paar keer genoemd, het heeft mij zoveel meer mogelijkheden gegeven waar ik anders notarissen, advocaten en weet ik wat allemaal bij nodig zou hebben. Het heeft het bedrijf, de share value eigenlijk een stuk meer liquide gemaakt. Nou, wij zijn bezig met hernieuwbare energie. Wij willen eigenlijk de wereld een beetje mooier maken. We gaan hem niet veranderen, dat hebben we al opgegeven. Maar we kunnen wel ons deeltje doen. En ik vind het nog belangrijk dat we niet alleen onze producten verkopen, onze innovaties in de markt zetten, maar ik vind het ook belangrijk dat we de mensen die hier werken echt deel uitmaken en deel mee kunnen profiteren in die zin ook van de waarde die we daar feitelijk aan het maken zijn voor deze wereld. Dat vind ik een hele prettige gedachte en ik zie dat mensen daar ook echt dat ook leuk vinden om daar aan bij te dragen.